Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Mafia 2, part 30 alweer. Het gaat behoorlijk snel. Maar ja, dat komt ook omdat we al de DLC doen. Dan schiet het natuurlijk ook heel erg op. We gaan naar Giuseppe toe voor de missie Bomb Under the Seat. En toevallig heb ik een Seat, dus ik weet niet wat Giuseppe van plan is. Maar hij gaat het niet onder mijn kubraadje steken, dus niet lief. Nee, maar Bomb Under the Seat, dus we zullen zien wat de bedoeling is. Ik ben benieuwd. We rijden in ieder geval even naar Giuseppe toe. Gaat dat lukken? Nee. In de missie zitten van die smalle weggetjes tussen, maar dat helaas niet. Oké, dan moeten we hier af. Kom op, Herbster. We kunnen dit. Aan de kant met jou. Vieze, aqua-achtige auto. Een vies groen-blauwige kleur. Ugh. Kotskleur is dat. Oh, hekje. Oh, bananen. Maar ik heb geen bananen. Nee, die zat in een afvalbak. Stop, paardje. Herbster, view the mission. Oké. Okay. Old man's perils. Joe, thank God you're here. Freeman pulled a big job that went... Oh, the cops are looking for the... What? What? The fuck? Game? What the hell? Deze hebben we al lang gehad. Hè? Deze hebben we al lang gedaan. Te... Dit klopt sowieso niet. Fuck off. Load last checkpoint, yes. Die hebben... Hè? Die hebben we al lang gedaan. Deze, oh, deze missie moeten we niet hebben. Oh my god, we moeten meer die kant. Ik kan net zeggen, er klopt echt de ballen niet van. Maar vandaar dat er niks van klopt. Vandaar mijn... Hé? Mooi, supercharger. Werkt dat ding überhaupt? Ja, die werkt zelfs. Die is zelfs geanimeerd. Nice. Oh ja. Hier moeten wij heen. Wie heeft ons daar dan ook neergezet? Klopt toch niet. Kijk, hier moeten we zijn. Dit is Bomb Under the Seat. Kijk, Bomb Under the Seat. 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 Cupra. Leon. Joe, customer came in today and offered me a good deal on his car. Een Seat dus. Het gaat wel om een Seat. Nee, het gaat om een Seat, Leon. Nee, niet lief. Cars are usually not my thing, but this deal is a good pass and the guy desperately needs the cash. Can you take the car to Charlie and sell it? You know cars better than I do and trust me, we'll get us a fair deal. Of course you'll get a good cut for your profits. Be careful, Joe. There's something funny about this guy. He was anxious to give me the car. Ah, there's sit a bomb under the car and Joe sit in the auto. And also I screw. Zeg maar. Dan zijn wij screwed. Oh, fucking hell, auto. En dan moeten wij, weet ik veel, dan wordt het speed. Ik weet niet of je die films nog kent. Dan moet je boven de 70 mijl per uur rijden. Anders dan ontploft de bom. Al die rotzooi. See? Dropping below 35 miles an hour or more. For more than 3 seconds. Nou, ik rijd op 40. Waar moeten we helemaal heen? Oh, echt gewoon naar Charlie's. Charlie! Hij moet niet piepen. Piep niet! Auto. Niet lief. Auto, niet piepen. Oeh, oh oh. Nee, het gaat nooit goed. Zie, bam. We knalden te veel tegenaan. You can fail to complete a mission. Ah, oh, fucking hell. Ik moet huilen van deze missies. Ik moet echt huilen van deze missies. Oh, waarom moeten wij altijd met bommen in auto's gaan rijden? Dat is gewoon altijd een ramp. Dat is echt gewoon een ramp.
zijn we 3 jaar verder voordat die eindelijk een keer complete is. Oh. Oké, okay, daar gaan we dan. Moet ik helemaal zo kut weg? Hij doet helemaal niks. Hij ploft niet. Ah, kut. Ah, kut. Ik denk, dat zou echt heel slecht zijn. Maar dat gebeurt dus vaker namelijk in games. Zoals bij Battlefield 3, als je in die metro was. Dan echt helemaal in het begin, dan heb je al die C4. En dan is het piep, 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 piep. En als je gewoon blijft staan, blijft het gewoon piep de hele tijd. Want er gebeurt geen zak, dan ontploft niet. Dan ontploft echt gewoon niet. Ze wachten echt totdat jij F drukt om uit dat raam te springen bij die metro. Anders gebeurt er gewoon echt geen zak. En ik dacht nu, omdat je... hij piepte nog niet. Onder de 20 en dergelijke, dus piepte die eerst nog niet. Dus ik denk, mooi. Dan kunnen we gewoon rustig met 20 heel mooi slakkengang naartoe rijden. En dan is er niks aan de hand. Maar dat werkt dus niet, helaas. Dat is jammer. Maar ja, waar moeten we daar langs? Hier kunnen we genoeg sneller maken. Daar ook wel. Het is puur dit stuk dat het lastig maakt. Oké. Okay. Ik wil gapen, sorry. Nou is die auto ook niet echt het snelste, dat is ook niet echt chill. Ja, komt goed. Niet janken. Nee, nee, ik zit er... Nee, niet lief. Dat klopt niet. Ofwel. Ofwel, jawel, want dat is 30. We rijden elke keer op 30. Omdat ik er tegenaan knalde, omdat het een beetje onvermijdelijk was met die auto's, hoe die beschuit met muisjes rijden. Oh, god, een beetje fout nu. Dan, ik zit dan voor het gevoel zo maar 35, maar dat is 30. Dus dat klopt dan weer niet, dus kunnen we deze weer opnieuw. Zo blijven wij bezig. Ah, fucking hell. Oh, hell no. Rot op, politie echt gewoon krijgt. Nee. Nee. Oh, nee. Op. Ga ook nog piepen, jongen. Ga janken. Oké, dan gaan we weer. Bam, 30 mijl per uur. Kijk, de wijzer stond op 30. Het staat exact tussen de 20 en de 40 in. Dus 30. Maar daar kon ik niks aan doen. We moesten die vrouw wel onderrijden, anders dan... Ging toen niet goed. Nou, poging nummer 5. Hoe moeilijk kan het zijn om fucking hell een auto boven 500 mijl te rijden? Oprotten met je taxi. Jongen, zie nou wat je ervan krijgt. Hè? Kunnen we die auto niet met deze vooruit drukken? Dat zou genius zijn als dat kan. Open de trunk. Er zit niks in. Werkt dat met de trunk open rijden? Dat zou geniaal zijn. Ja, mooi. Oh nee, 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 nee. Oké, hij moet draaien, dus dan hebben we een voordeel. Kunnen we ontsnappen met een beetje geluk. Het is 40, het is 40. Niet janken. Die auto is daar ook gewoon net te langzaam voor. Waarom doen ze ons niet een net iets snellere auto? Eerlijk ben. Het is toch zo, als wij ons nou net een iets sneller auto doen. Het is 35! Nee, die wijzer staat op 35, maar omdat die schakelt redt hij weer naar beneden. Niet lief. Dan ben ik serieus, hij was op 35. En hij schakelt en brrrr, dan gaat die wijzer weer. Domme. Domme. Niet lief. Oh, dit werkt, als het werkt, dan zijn we genius. La 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 la. Aan de kant. Ah.
Jammer. Ik denk, we kunnen vanaf daar wel, maar... Nee. Ga je nou serieus nog moeilijk doen, dude? Ik ga oprotten. Ik was bezig. Straks ontploft hij nu direct. Hij zit hij zweeft. Huh? De hel is het probleem? What the fuck? What the fuck, jongen? Die game, die is echt bugged. Dus ik zou gewoon vast, ik kan doen wat ik wil. Vooruit, achteruit, maakt er maar niet uit. Hij zegt gewoon, nee, ik werk niet meer. Nou, poging nummer 8 inmiddels, volgens mij, als het geen 10 is. Niet leef. Nou, poging nummer nog wat. En nog wat. Daar gaan we dan. Volle gaas. Olga, commandeur, volle gaas. Dit is echt gewoon speed, alleen dan nog erger. Ja, dit gaat goed, gaat goed. Het is puur daar bij die schuine weg dat daar altijd auto's staan. Oh god, zelfs een vrachtwagen deze keer. Kom op. Gaat helemaal goed, gaat helemaal goed. Oprotten jij met je rode auto. Oké, bam, we zijn op die lange weg. Dat gaat goed. Nou, alleen nog aan het einde. Wat moeten we hier maar doen? We moeten echt met Charlie's ook naar binnen, hè. Dit gaat echt onze dood worden. Hier deze bocht met 40 en dan binnen 3 seconden nog bij Charlie's en Park rammen. Dat gaat echt nooit lukken. Echt nooit. Dat vertel ik je nu al. Daar gaan we echt dood. Ik zie het nu al gebeuren. We gaan wel even iets rustiger rijden. Anders komen we veel te hard de bocht in en dan gaat het sowieso mis. Oh, eng. Eng, we zijn er bijna, ja. We gaan onze dood vinden, jongens. Bij Charlie's. Oh, goddank. Phew. Dat ging beter dan verwacht. Soort van. Na 10 pogingen waren we er eindelijk. Giuseppe heeft nog geen nieuwe... Jawel. Can't stop me now. Het is niet Giuseppe trouwens. Een C. What the fuck is C? Giuseppe is met een G, toch? Wat is het met een C? Nee, is met een G. Allright, we gaan wel even de Eddie Scarpa missie doen. Dan gaan we helemaal naar boven rijden. En de kant taxi. Oké. Sorry meneer. Moet je maar niet daar gaan staan. Nou, volle gaas met dit ding. Gaas, gaas, gaas. Hey Merkboer. Aan de kant. De politie doet er helemaal niks tegen. Wat de hel. Ik knal tegen een auto op en ze vinden het helemaal prima. Ze zullen wel een nieuwe dienstauto willen hebben, denk ik. Dat ze gewoon denken van, joh, mensen mogen deze auto kapot rijden, dan krijgen wij een nieuwe dienstauto. Dat zou wel een hele goeie zijn. Heel slim. Oké, rechtsaf. Staat die rode auto weer in de weg, hè? Als die rode auto nou gewoon even iets langzamer rijdt en remt. Normaal als je andere auto's op je weg ziet staan, dan ga je echt wel remmen. Blijf je echt niet gewoon leuk van, oh, we kijken een auto. En dan kabam, is de vol dingen. Ben je heel erg dom als je dat doet. Oh, de C is misschien van Clemente. Denk ik. Dat zou wel eens kunnen. De C van Clemente. Clemente. Maar eerst naar dingen.
paaltje. Ah ja, we moeten helemaal naar achteren. We moeten naar die dingen van hem toe. Denk ik. Ah, dat nog niet. Verbaas me. Ik had verwacht dat we toch wel naar die Clemente fabriek hier moesten. Dus Clemente en Cole. De slachterij. Gun running. Just got my hands on a big score of guns. I gotta move on. And I could use another guy. Tony's been right about you so far, so I'm thinking of cutting you in. Okay. Delivery of guns. Waiting in Riverside, motherfucker. That I need you to take her care of fast. To take care of fast. You get the goods and sell them quick to the local dealers. Don't fuck this up and you'll be... There will be a nice cut in it for you. Grab the gun shipment from any move. Okay. Ja, zie je dus bij Clemente in zo, komt dat weg. Dat was te verwachten dat daar weg kwam. Mooi bruggetje hier, mooi sloot. Oh, paal. Wat een mooi truck. Oh, oeps, truck. Je moet je mond houden. Sell the weapons to free gun shops. Die. En dan. Down, denk ik. Die in ieder geval. Die zou ook nog wel kunnen, maar dan moeten we helemaal krom terugrijden. Ik kan beter gelijk naar een gebied gaan waar er meerdere zijn. Dus ik kan beter zo. Die. Of daar, ongeveer daar naartoe. En dan die pakken of zo. Als we met de drie hoeven, dan valt het nogal mee. Het lijkt fucked up, jongen. Ik schrok me de pleuris. Toen ik die map zag zo net, denk ik, oh kut, nee. Oh, hell no. Dat gaan ze toch echt niet vragen, maar... Het zijn er maar drie, dus het scheelt. Het viel allemaal wel weer mee. Oh, shortcut. Doet, doet. Oh, dat was één. Uh-oh. Nee, ik wil niet naar die. Ik wil naar die. Rot op. Oh my god, we gaan dood. En we zijn dood. We kunnen ook niet vanuit de auto schieten. Dat haat ik zo. Zij kunnen hem wel schieten, maar wij kunnen niet zo schieten vanuit de auto. Dat is gewoon fucked up, heet dan. Dat is het beter dan ik niet weet. Ik zal eens de controls gaan bekijken. Options. Controls. Customize keyboard. Driving. Nee, zie. We kunnen niet van shoot. Damn it. Zie, tanden. Zij kunnen wel schieten. Anders kunnen we gelijk zo bam bam bam. Dat is een sleeping dog. Zeg maar. Gewoon die laag gelijk neerrachen. Maar nee, dat kan niet. We moeten wel twee handjes aan het stuur houden. Of ook niet handsfree. We moeten handsfree bellen. Nou, mooi geparkeerd. Heel mooi. Nou, in deze awesome truck. Yay, sell the weapons to free gun shops. Nou, daar gaan we dan weer. Ah, deze keer niet de shortcut nemen. Oh, dat kon wel, want die is nog kwad. Nee. Hij flipt hem gewoon. En zelfs is deze dezelfde auto staan nog, hè. Kijken. Oh, hij pakt nou automatisch deze. Oprotten jullie, jongen. Fucking heel billies. Ga weg. Nee. Niet. Doen. Laat me met rust. Politie, doe er iets aan. Oh, politie rijdt er al achter. Oh, hell. Oh, hell. Oh, fucking hell. Niet lief. Ja, en we zijn alweer dood. Fucking hell, jongen. Die missies, die zijn echt gewoon...
stront irritant af en toe. Dat slaat toch ook helemaal weer nergens op. Ja, Joe, ga maar een spasme doen. Electric Boogie. Nee, maar dat is toch zo? Dat slaat nergens op. We kunnen helemaal geen zak doen tegen die lui. Ik kan alleen maar wegrijden en dat gaat toch mis. Want ze rijden even snel. Nou, ze rijden sneller. Dus dat werk je nooit. Maar ja, we gaan het weer proberen in de volgende part. Laters.